Onder toeziend oog van menig BN'er is maandag de nieuwe flagship store van modemerk H&M in Amsterdam groots geopend. Voor de aanwezigen betekende dit maar één ding. Shop till you drop. Ja, dat is een beetje wijze praat natuurlijk. Mijn gat is zo groot in mijn hand, ik geef alles uit wat ik heb. Ik heb een verantwoordelijk gat. De ene keer is het wat groter dan de andere keer. Het was echt huge. Maar het is, ik heb het een beetje kunnen dichten. Ja, wat zou ik zeggen? Ja. Zie je erg dat ik kaal gewoon aan het eten ben? Als je shop... Oh. Ik let er nooit zoveel op hoeveel ik op mijn bank heb staan. Dus het zou wel eens kunnen zijn dat je dan zomaar voor lul staat bij de kassa, ja. Ja, dat is wel gênant. Ja, dat mijn pinpas zit. Maar dat was trouwens in de supermarkt volgens mij. Nee, ik ben echt geen shopaholic. Ik ga ook snel weer weg. Dat is natuurlijk gewoon ideaal voor vrouwen. Ik hou niet van dagenlang gezellig met een vriendin door een stad heen slenteren. Dat vind ik echt verschrikkelijk. Je denkt, oh, ik ben de eerste. En oh, H&M, de nieuwe Lanvin. En dat is een keer betaalbaarder dan normaal, de Lanvin-collectie. En het is gewoon heel gaaf. Dus je wordt gewoon heel erg hebberig hier. Ik heb de collectie gezien en het is echt... zo mooi. Het is echt om van te likken waarde. Ik ben echt een beetje verliefd op de Lanvin-collectie voor H&M.